Het weer in Nederland is niet echt om over naar huis te schrijven. Veel atleten vertrekken daarom naar het buitenland om zich in de zon voor te bereiden op de grote toernooien later dit jaar. Beemsterling Fleur Jong is in Valencia, waar zij de basis legt voor het EK en de Paralympische Spelen. We zitten nu in Valencia. Het is eigenlijk een beetje, nou ja, wordt een beetje gezien als echt de start van het hele seizoen. Hoe ziet de rest er dan nu uit? Ja, als we terugkomen begint het wedstrijdseizoen in Nederland. Tot en met het EK eigenlijk, in het begin juli. We hebben één wedstrijd wel in Zwitserland, want daar ligt een hele snelle baan. En na het EK kunnen we ons weer even terugtrekken een paar weken om hard te trainen. En dan gaan we half augustus richting Portugal op voorbereidend trainingskamp. En vanuit Portugal vliegen we in één keer door naar Rio, waar het los moet barsten. Ja, want dat is alles, hè, wat je gewoon nu de komende periode opbouwt. Het is alleen maar zelfvertrouwen, zelfvertrouwen, zelfvertrouwen. Ja, ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Want als je zelfvertrouwen hebt, dan weet je wat je gaat doen, dan weet je wat je moet doen. Ja, dat is natuurlijk het lekkerste gevoel wat je kan hebben aan de start van een hele spannende race. Dat je gewoon weet wat je moet doen. Dit trainingskamp, omschrijven in één pakkende zin. De generale repetitie voor het seizoen. Sneller, sterker. Ja, harder. Gefocust. Hè. Dus we hebben de hele winter getraind en dan moet je vooral uitvoeren. Je moet heel veel doen en hier gaan we steeds minder doen. Maar wat we doen, dat moet echt goed zijn. En dat lijkt natuurlijk al heel erg op een seizoen waar je ook maar één kans, je 100 meter geloof ik, in één kans. En dat moeten ze hier ook laten zien. Dus hoef je niet zoveel meer te doen. Maar ik wil niet meer zo lachend, kletsend en ik ga mijn loopje doen. Nee, even staan, even goed. Heb je gisteren gezien, hebben ze een aantal loopjes gedaan die echt hard gaan. Dat is mooi, daar komt nu de tijd voor. Ja, strenger? Ja. De eerste wedstrijd van het seizoen is op 14 mei in Hoorn. Dat is ook een eerste echte test waar dan de Nederlandse top en eigenlijk ook wel direct meteen jouw concurrenten tijdens de grotere toernooien aanwezig zullen zijn. Ja, dat is best wel spannend, maar het is wel op zich een luxe om bijna elke wedstrijd, ook al doe je wedstrijden alleen maar in Nederland, om toch tegen de beste van de wereld te kunnen lopen elke keer. Ja, en de beste van de wereld die komt ook uit Nederland, dus... Ja, dus dat is een luxe. Je hebt toch daardoor de kans om elke wedstrijd tegen toch echt wel een behoorlijk goed iemand te kunnen lopen. En dat is natuurlijk wereldkampioene Marlou van Rijn. Hoe het verder gaat met Fleur richting Rio, je kan het allemaal zien bij NH de komende weken.